What up, bootjes? En welkom bij deze Let's Play Fout Showcase van Pixelmon Ashwaria. Of van Pokémon Ashwaria. Ik ben de laatste tijd ben ik heel druk bezig geweest met het maken van een adventure map. En die is nou af. Het resultaat is Pokémon Ashwaria. Genoemd naar mijn vriendin, die zit er binnen. Die speelt de moeder in dit spel. Ik heb allemaal van mijn familie en vrienden heb ik erin gestopt. Bijvoorbeeld mijn broer is hier de professor en die zit daar. Dat is een fossielautomaat. Maar er zit geen fossiel in het spel, dus ik heb niet nodig. Het staat gewoon een map achter te zijn ofzo. ik heb een heel level, zeg maar. Ik heb een heel land. Heb ik gebouwd op. Ik met mijn Dat is irritant, Jasper, shut up. Ik heb een land gebouwd op het level Tropica Islands van Aureline Sama. Het is een deel van zijn gigantische map. Ik weet niet precies hoe die heet. Ook iets van Dinges Eilanden. En ik heb dus. Mijn Pokémon map daarop gebouwd, omdat ik het een prachtige map vond. Ik heb settings voor lage kwaliteit computers en voor hoge kwaliteit computers. Dit is voor hoge kwaliteit computers omdat er echt zo'n fucking veel Pokémon rondlopen. En dus dat is gewoon leuk. Dit is Torca City trouwens, dus het dorpje van Let's Play op YouTube. Voor mij heeft ooit een paar Let's Plays gemaakt. Dat ik ken die jullie niet kennen. Daar hebben we eens filmpjes opgenomen en daar staat hij. En dat is gewoon een goede gozer. Dus ik spreek hem niet zo vaak meer, dat is wel jammer. Maar hij is dus de eerste gymleider. Jij bent echt klein. Ik heb trainers neergezet. Dit zijn trainer NPC's. En die trainer NPC's, die klik je rechtermuisknop op en dan spawnt hij een Pokémon. En daarmee kan je vechten. Het is wel belangrijk dat je een redelijk level hebt voor dit spel. Of in ieder geval dat je goed veel Pokémon vangt. En dat je goed traint. Want de trainers zijn nogal sterk. Ik weet niet, ik kan namelijk niet de levels reguleren. Dus dit is maar gewoon gokken van hopen dat je een goede krijgt. Hopen dat je bedoelt een goede trainer vecht en dat je een beetje geluk hebt. Want de levels veranderen soms. Oh ja, er zit aan het begin van het spel zit een boekje. En daar zitten de regels in. Dat is heel belangrijk. Er staan namelijk een paar regels in die het spel wat leuker maken. Zo van dat je niet meteen. Je kan 30.000 keer met de trainer praten. Weet je wel. En dat is niet de bedoeling, maar voor één keer met de trainer praten. Want anders kan je dit heleboel trainen op een trainer met een hele goede Pokémon of zo, weet je wel. Wat wel een regel is. Oh jee, ik ga het verkeerde kant op. Wat wel een regel is, gewoon. Eén die we nu hebben. Dat het daglicht is. Het is een beetje donker. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Wat je wel moet doen. Veel. Gewoon lol hebben, denk ik. Zodat ik me goed uitgeeft. Er zitten ook een heleboel resource packs bij. Texture packs, kan je zo ook noemen. Gewoon, dit is bijvoorbeeld 60 gig. Dat is een. Dat is een beetje cartoonachtig texpack. Het is redelijk van hier gebaseerd. Dus het lijkt wel een beetje op de oorspronkelijke. Oh. Zit die knoppen? Ik heb het niet gezien. Soms dan zit je zo eigen spel te spelen en heb je zo van, oh, heb ik dit erin gezet? Zo. Ook wel eens. Nou, dit is een Merco City. City. Een andere maat van mij is daar de gymleider. Zit daar boven in die grote toren. Deze toren hebben trouwens mijn broer en mijn neef gebouwd. Ik help namelijk
wat inspiratie nodig voor een gym. En dit is wel de mooiste gym van Spanje, zeg maar. Het is een, vind ik, één van dan. Ik laat het zo vinden. Ik laat jullie dus even een beetje de map een beetje zien. Ik denk dat het beter is als we gewoon even niet gaan lopen of zo, want dan verpest ik alles en zo. Er zitten trouwens nog wel wat dingetjes die je zelf kon ontdekken, zeg maar. Dit is Lucania City. Dat is een beetje een bliksem. Al deze dingen zijn namelijk een bliksemdorpje, want al deze dingen zijn gepowered door de redstone. Dus daar heb ik weer elektrisch gemaakt. Dit is is de enige quest in het hele spel. Het is gewoon een questje, het is gewoon een dingetje van haal dit terug. En dan, ik hoop dat het werkt, dus als je wilt, zou je dat willen testen. Want, dan vliegen we even verder. Dit is Mamma Mia Town. Daar is mijn moeder, de gymleidster. Dit is een onderwaterdorpje. Heel leuk. Dit is Robin Dag. Een soort van riviertje dat van buiten naar binnen gaat. Dan komt dat zo daar. Ik had eerst alleen maar dat het gescheiden werd door een riviertje. En toen is Robin die een gat maakt. Dit is de diamantenweg naar Christopia Town. Hoe de poppetjes eruit zien, dat kan je zelf wel zien. We gaan nou eenmaal alle gymleiders verslaan om het beste te worden. Kijk, in het wild komen ze best wel klein voor, weet je wel. Maar zo van als je ze spant, dan is ze ineens fucking level 21. Dat is schijn. Er zitten verschillende dorpjes. Het zou zo moeten zijn dat elk van deze poppetjes, zoals jij, zo'n leus. Je hebt geen neus. Oké. Dat ze drie dingetjes kunnen zeggen. Dus ik kan net zo lang klikken tot je ze krijgt, want het wordt random gedaan. En oh shit. Het licht was een beetje raar, dus ik kwam ineens een ding en ik dacht dat het spook was. Maar het zijn geen spoken, maar toch? Toch? Dit is Farah. Oh ja, dat was trouwens vroeger aan het kunnen zien. Welkom in Farahna City. Farahna City is een passender maken. Dit is Farahna City, het is een spookstad. En ik vind het een erg mooi stadje. Ik kan er nu niet zoveel van zien omdat het donker is. Ik zal de brightness wat omhoog zetten. Oh, het staat op bright. Wat? Oh, dit is vast gewoon shaders. Hier is een uitkijktorenlift. Dat is wel gaaf. Ik kan wel even wat zien. Gewoon nog wat tijd. Oh, kut. What the fuck is de trap? Oh, pardon. En dan gaan we hierin. Diep. Druk op de knop. Dan zijn we hier bovenaan. In de nacht. En boven de bomen en zo. Kijk, ik heb zo'n hele constructie gebouwd. Het lijkt alsof het een lift is die op en neer gaat. Zeg maar. Hebben jullie bij passende crackstone bricks dingen? Er lopen hier spoken rond. Het is een spook. En de gym is een verlaten ziekenhuis. Met heel veel torches. Het is niet meer verlaten, maar het was eerst een verlaten ziekenhuis en er zit ook allemaal spoken in. En daar is Arno, de gymleider. Deze gozer, die bril. Lijkt een beetje op een bril zoals ik. Alleen. In dit spel heb ik geen bril. Ik heb mijn player skin gebruikt, die ik zelf heb gemaakt. Want ik ben namelijk de league leider van CISO. Even kijken, waar gaan we naar? Oh ja, we gaan naar Femadi City. Femadi City, ja. Ik ging lekker inspiratieloos. Weet niet wel. Lekker inspiratieloos. Stenen maken gebaseerd op de namen van de gymleiders, zeg maar. Dus alsof je kan nog betere namen suggesteren. Kan ik ze nog wel veranderen en opnieuw uploaden ofzo. Nou, dit is Femadi City. Het is een vliegende stad. Een vliegende stad. Dan kan je
En hij wordt omhoog gehouden door deze ventilatoren. En het is eigenlijk gewoon een stad die vliegt. Dus gewoon, vind ik ook wel een hele gaaf stad. Deze gym ken je vast wel. Ik kwam ook voor in Pokémon. Ruby en Sapphire en Emerald. Dus zo'n kies welke soort trainer je wilt ding. Wat Robin ook vraagt. Robin heeft best wel goede ideeën. Kijk, hij is soms fucking irritant. Maar. Oh ja, stel dat je een kind bent die dit speelt. Sorry dat ik scheld. Mag je niet doen. Het is gewoon, mag je niet doen. Het is stout. Zo van, we zeggen ouders ook, zo van, mag je niet doen. Maar ik doe het omdat, ja, weet niet. Kijk, ja. Op een gegeven moment als je zulke woorden gaat gebruiken, dan heb je eigenlijk niet meer zonde mee. Maar dit is de overwinningsgrot. Het is een hele ingewikkelde grot die gewoon coole Pokémon bevat, zoals die. Grote Flippo. Dit is gewoon een victory road, ken je wel toch? Ja, daar heb ik gewoon een overwinningsgrot van gemaakt, omdat ik dat leuk vond. Ik heb ook een kaart erboven, daar kan je een waypoint zetten voor het geval dat. Oh ja, er zitten ook van die item balletjes daar. Die zijn ook wel leuk. Er komt zo'n random shit uit. En dan het toppunt van de avond, van de middag. Het is 12 uur terwijl ik dit opneem. Bijna 12 uur. Kijk, dit is ook een CCN-steempje, dan geef je een gym badge. Dan krijg je een sleutel. Die knop, die doe je dan hier. Dan gaat de deur open. En dan doe je zo. Dan haal je hem hier even uit. Want dat vond ik gewoon handig. Want dan kunnen andere trainers, zeg maar, die kunnen dan ook nog er doorheen. En dan iedereen moet gewoon de gym verslaan. Je kan niet zo van achter blijven, zeg maar. Nou, en dit is de gym. Ik bedoel de league. Fout. De league, ja. En het is zo'n standaard Zo, ik heb volgens mij hopelijk het laatste foutje in deze map gefixt. Dit is Pascal, die was net paars en zwart, dat ze skin miste. En hier het einde. Het leakgevecht met Jasper. Mij dus. Ik heb een hoed op trouwens. Ik heb wel een hoed. Ik heb hem niet zo vaak meer op. Ik had hem vandaag wel op. Maar daar had ik een popje maar genoemd. Nou, dit was mijn. Wat heb ik nou met het ding gedaan? Dit is mijn showcase van mijn Pokémon map. Ik hoop dat jullie hem graag willen spelen. Want ik heb heel veel moeite aan gedaan. En ja, dan zie ik jullie dus de volgende keer. Met wat ik ga maken, blijkbaar, denk ik, hoop ik. Doei!